Een nieuwe speler. Hoe heet je? Ik heet Kengo Ishikawa. Ik kom uit Japan. Ik ben 23 jaar. Uh, waar ben je geboren in Japan? Ik ben geboren in Tokio. Mijn geboren datum is 25 januari 1994. Welke studie heb je gedaan, Kengo? Ik heb de opleiding Tang Architectuur aan de Tokio University of Agriculture gedaan. Uh, Japanse tuinen? Ja, Japanse tuin. Wat vind je van Hollandse tuinen? Heel mooi, veel bloemen. Meer bloemen dan Japanse tuinen? Ja, meer bloemen. Wat heb je een uh, mooi nummer uh, uh, op je shirt staan? Ja, ik hou van 14. Ja. Johan Cruijff ook, 14. Heel mooi, daar ben je trots op. Ja, mooi. Het is echt heel erg mooi. Um, wat denk je van het komend seizoen? Uh, mijn persoonlijke doel is. zo snel mogelijk in de competitie te spelen. en assist door te maken. De, de, wat is je sterke punt? Uh, mijn sterke punt zijn snel handelen en steekpas. pas. En dan wil je ook nog wat in het Japans zeggen, hè? Ja. Uh... Oké, okay. bedankt voor dit uh, interview. Dankjewel. Heel veel succes dit seizoen. Dankjewel. Volgende speler is al eens eerder voor DVS-TV geweest. Natuurlijk in die fantastische wedstrijd van A1. En ook nog in een verder commentaar daarop, Ja, zeker. Oké, okay. hey, uh, Matthijs, uh, nou, dit jaar uh, bij de A-selectie, uh, uh, was dat een verrassing voor jou? Nou ja, in principe was het, uh, ja, altijd, is het altijd een verrassing als je bij de A-selectie komt, want dat uh, ja, is niet voor iedereen weggelegd. Maar uh, ja, wel heel blij mee. En uh, ik denk dat ik uh, vorig seizoen wel uh, ja, goed uh, heb laten zien dat ik doelpunt kan maken. En ik hoop dat ik dat later ook hier kan gaan doen. Dan. Ja, en uh, het begin was een beetje ongelukkig, uh, zeg maar, hier bij uh, de A-selectie. Ja, klopt. Helaas heb ik mijn bovenbeen uh, gescheurd. Dus uh, ja, en daar loop ik. De spier. Ja, de spier, ja. ja. Dus daar loop ik nu al tien weken mee. En ik uh, moet zeker nog wel, uh, ja, ik denk anderhalf maand herstellen voordat ik weer echt uh, wedstrijd kan gaan spelen. Ja, dat is een uh, beetje een streep door de rekeningen. Ja, zegt dat wel. Dat is wel een, uh, ja, een naar begin, Want je, wil je graag een voorbereiding laten zien aan de trainer. En uh, ook aan de rest van je teamgenoten. Maar dat uh, ja, is uh, momenteel niet uh, mogelijk, helaas. Um, jij bent een, 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 een geduldige speler, heb ik het idee. Dat, uh, als je de, de, het eerste jaar niet in de, de basis zou spelen, dan ben je niet een type speler die dan direct weggaat? Nou ja, ik heb inderdaad ook wel voor twee jaar getekend. Dus ik uh, ging er ook vanuit dat ik niet in eerste instantie uh, baasspeler zou worden. Maar ja, ik heb wel het streven om zo snel mogelijk uh, ja, uiteindelijk hier in de basis te komen. En ja, terugkomt op dat uh, ja, geduldige spelen. Ja, ik ben wel geduldig, maar dan moet ik wel echt, uh, zoals nu heb ik wel, uh, met, hoe zeg je dat? Uh, ja, de mogelijkheid om in poses te kunnen nadenken uh, uh, wanneer ik mijn kans kan gaan pakken. En die heb ik, uh, heb, dan heb ik daardoor heb ik het nu kunnen accepteren. Wat is jouw uh, persoonlijke doel uh, voor dit jaar? Nou, uh, ja, natuurlijk, zoveel mogelijk minuten meepakken hier bij het eerste. En uh, ja, gewoon lekker mijn doel op te blijven maken. Dat ja, wat ik in de jeugd heb gedaan, dat ik dat ook in de senioren doortrek. En dan denk ik dat ik vanzelf hier mijn kans ga krijgen. Hoe, hoe ging je om met het uh, niveauverschil? Nou ja, ik heb twee trainingen meegemaakt. Zoals, ja de eerste twee trainingen waren gewoon, gewoon echt wel lastig. Ja, je, het is een heel ander niveau. Maar uh, ja, ik uh, probeer rustig te luisteren naar het commentaar wat uh, oudere jongens geven. Of niet, het commentaar, maar wat uh, feedback door oudere jongens geven. En uh, daar probeer ik dan uh, mee aan de slag te gaan. Ja, ik heb het idee dat dat uh, best wel gaat lukken, Matthijs. Want jij kunt uh, heel goed luisteren. Dat denk ik ook wel, ja. En je kunt ook uh, heel makkelijk uh, doelpunten maken. Nou ja, in de jeugd en heb ik dat wel uh, ja, redelijk uh, vaak laten zien, ja. En wat, wat, dan kom ik ook gewoon bij een sterke kant van jou. Wat, wat, wat is de sterke kant van, bij jou? Ja, ik denk echt het uh, typische neusje voor de goal hebben. Dat is denk ik wel mijn sterkste kant. Positioneel dus in de spits ja zodra er ja, in de 16, inderdaad zodra daar een bal komt dan uh, is uh, die redelijk vaak uh, op het doel gericht zeg maar ik heb het al vaak genoeg uh, kunnen zien uh, Matthijs en ik hoop dat dat uh, nog vele malen gaat gebeuren jong ik hoop het ook en uh, we gaan het meemaken heel veel succes heel veel succes met, uh, met je blessure ook en het herstel daarvan ja hartstikke bedankt okay. de volgende speler die zich graag wil voorstellen is Yannick van Swam Janniek. Uh... Ja, je hebt bij DVS gespeeld, hè, in de jeugd. Ik heb uh, één jaar in de jeugd gespeeld hier uh, bij DVS. Ik ben van Heerenveen hier uh, naartoe gekomen. Ik heb daar drie jaar gespeeld en nu uh, wordt dit mijn uh, tweede seizoen uh, bij DVS. En jij viel op bij Heerenveen toen je speelde bij Sewol? Ja, ik kom van Sewol, dat is ook mijn woonplaats. Daar ben ik gescout door Heerenveen. En toen heb ik daar dus drie jaar gespeeld en uiteindelijk afgevallen helaas. En nu via DVS probeer ik nog een beetje mijn carrière nieuw leven weer in te blazen. Ja, en bevalt dat dan toch toe? Ja, zeker. Ik heb uh, vorig jaar een mooi seizoen gehad bij uh, de Aartjes. Uh, met uh, de trainers en mijn team wel een leuk team. En uh, ook een goed seizoen gehad. Helaas zijn we twee keer tweede geëindigd in de beker en uh, ook in de competitie. Maar het uh, was een leuk seizoen. En uh, nu uh, tweede seizoen uh, in de eerste selectie en tweede selectie. Het zit een beetje tussenin. Ik ben uh, stage speler op het moment. Dus uh, het is nog afwachten waar ik beland. Maar uh, ik heb, tot nu toe heb ik een. Uh, Leuke twee weken gehad van de voorbereiding. Dus uh, dat bevalt me tot nu toe goed. Groot niveau uh, verschil. Uh, met de A1 uh, zeker, zeker. Ik heb bij RV heb ik ook met uh, Jong Rereveen meegetraind, maar uh, dat verschil is ongeveer een beetje te vergelijken. Ze spelen nu natuurlijk ook jongteams uh, in de competitie bij uh, DVS, maar dat is ongeveer hetzelfde niveau. Maar met de A's is echt een uh, groot niveau verschil. Ja. Wat doe je buiten het uh, voetbal om uh, in het dagelijkse leven? Um, ik uh, studeer in uh, Zwolle. Uh, daar doe ik uh, sportkunde. En uh, nu werk ik uh, in Hierden. En voor de rest, uh, ja, dat, uh, dat is het wel een beetje. Dat dus, uh, sport en uh, school en uh, werken Dat is uh, natuurlijk een beetje het leven. Uh, Wat is je positie in het veld? Uh, middenvelden, vooral 6 en 8. En uh, ik heb ook nog wel eens op tien gespeeld, maar dat is meer uh, van mijn zeewolde tijdperk. Maar dat is nu al uh, een aantal jaar geleden natuurlijk. Dus nu is het echt uh, zes of acht. Wat is, wat is jouw uh, sterke kant? Uh, mijn sterke kant zijn toch wel mijn onderscheppingen en mijn uh, conditie. Ik heb een uh, hele aardige conditie. Ik ben niet de snelste, maar ik kan wel echt van bokse box, op box uh, spelen. Ik kan ook wel uh, doepen te maken. Dat is ook belangrijk natuurlijk als uh, middenvelder. Maar uh, verdedigend kan ik ook mijn mannetje staan. In die eerste wedstrijd uh, ging je mooi eventjes uh, zo de tussendoor, tussen de linies door, uh, ja, diep. Ja. En daaruit uh, kwam uh, toch het tweede doelpunt ja. van Davies. Ja, klopt. Ik uh, kreeg een steekpaas en ik uh, was ineens uh, helemaal doorheen, helemaal uh, vrij op de keeper eigenlijk. Maar uh, duurde iets te lang met de bal, echt goed onder controle krijgen. En toen schoot ik en uh, helaas pakte de keeper hem. Maar uh, gelukkig uh, was Kokan uh, er om uh, de bal er alsnog in te leggen. Ja, zo is dat, dat kan die. Hè? Ja, hey, uh, wat, wat, wat is jouw uh, persoonlijke doel voor dit jaar? Um, ik hoop zoveel mogelijk uh, bij de eerste selectie mee te trainen. En uh, uiteindelijk misschien. Uh, het eind van het jaar toch wel gewoon wedstrijdjes mee te pikken. En uh, sowieso probeer ik uh, zoveel mogelijk te spelen. Maar als het in eerste instantie bij het tweede moet zijn, dan uh, is dat zo. Maar ik probeer gewoon uh, mijn best te doen. En dan uh, zien we wel waar uh, ik het einde van het zon ga belanden. Uh, je hebt in principe gewoon uh, geduld. Ja, precies. Ja, dat is het eigenlijk al. En leergieren. Dat uh, sowieso, dat ben ik altijd. We wensen je heel veel succes, jongen. je ja. Dankjewel. Okay.